veilig oversteken. Dat is wat de omwonenden van de Bosdijk tussen het Marconiplein en de Pastoor Peterstraat willen. Aan de andere kant van het Marconiplein kan dat al jaren, maar tussen de buurten Hemelrijk en Limbeek is de Bosdijk oversteken een flinke uitdaging. Daarom startte Bernice Kamphuis een Facebookpagina en een burgerinitiatief nadat ze zelf bijna werd aangereden. Wat wij heel erg hopen van de gemeente is dat ze met ons hier gaan kijken. En niet dat ze vanuit een kantoortje op Google Maps naar de Bosdijk gaan kijken, maar dat ze echt met ons proberen over te steken. En dat ze zich zullen inleven in onze situatie. En dat ze gewoon met hele praktische ogen kijken naar welke verbeteringen er kunnen komen. Zodat het in ieder geval voor ons gevoel veel veiliger wordt. Het burgerinitiatief pleit voor minder rijbanen op de Bosdijk en een middenberm waar fietsers en voetgangers halt kunnen houden. En dat is hard nodig volgens de buurt. Ik fiets dagelijks verderop met mijn kinderen van school naar huis en andersom. En je moet wachten totdat je echt van de ene kant naar de andere kant kan oversteken. Want wacht je in het midden, dan kom je voor en achter auto's tegen. En ik leer mijn kinderen ook echt van, kijk goed naar links en naar rechts, dat je echt over kan steken. En wacht anders 3 minuten, want het is gewoon echt te gevaarlijk om over te steken. Nou, wij vinden het heel erg tijd dat de gemeente serieus naar onze klachten gaat kijken. Wij voelen ons heel vaak onveilig als we hier oversteken. En we hebben echt het idee dat als wij geen actie ondernemen, als wij niet onze stem laten horen, dat er eigenlijk helemaal nooit wat gaat gebeuren. Ik denk, het is niet goed aangegeven dat je hier 50 mag rijden. De rondweg is 70 en veel auto's rijden volgens mij ook echt 70. En je kan niet tussenin stoppen. Je moet oversteken of bij de Kronenhoef of helemaal een kruising verder. En tussendoor kan je gewoon niet oversteken. Er zijn 250 handtekeningen nodig om het burgerinitiatief op de agenda van de Eindhovense gemeenteraad te krijgen. En dat betekent campagne voeren voor de omwonenden. We zijn zondag gaan flyeren hier in Limbeek en een stukje Woenselwest. En we hebben al bijna 100 binnen, dus daar gaat heel erg de goede kant op. En deze week krijgt iedereen in Oud-Woensel met de buurtkrant er één binnen. Dus dat zijn nog eens 1500 huishoudens. Dus we hebben een hele goede hoop dat we die 250 gaan halen. Het burgerinitiatief voor de herinrichting van de Bosdijk kan tot 2 april ondertekend worden.